2, 1, wow! Een duimpje omhoog vliegt weg. Oké, Lotte, daar staan we dan in God Tycoon. En ik ben dus een god van de bliksem, Lotte. En jij bent niet echt een god. Jij bent namelijk de dood in Roblox. En dat klinkt best wel eng, maar laten we beginnen met natuurlijk een dropper. Als eerste om geld te verdienen bij de god Tycoon, voordat we een sterkere god kunnen worden, hebben we natuurlijk geld nodig. En dat geld verdienen we nu door deze dropper. En met de dropper kunnen we dus geld ophalen hier zo bij deze automaat. Namelijk staat ook verzamelgeld. En heb ik al 60 euro, Lotte. Ja, okay, voor 75 euro kan ik mijn bliksemdropper kopen. Wat kan jij allemaal kopen bij jou, Lotte? Ja, ik kan ook gewoon een dropper kopen en dat soort dingetjes. Volgens mij gewoon hetzelfde, Dennis. Ja, alleen ben ik de god en ben jij de dood, Lotte. Dus we moeten ook tegen elkaar gaan strijden straks, hè, Lotte. Dat heb je wel door. En natuurlijk ga ik dat winnen, want ik ben veel sterker. Ik kan namelijk allemaal bliksem besturen straks, als het goed is. Ja, ja. 130 euro en voor 150 euro kan ik dus een betere bliksemdropper kopen. Dus dan moeten we zeker even sparen. En ik heb nu al genoeg. En ik kan ook een regenboog upgrader kopen, Lotte. Maar dat is een Game Pass en dat kost Robux. 200 Robux. Nou ja, ik wil jou zeker gaan verslaan in deze tycoon. Dus dat is iets wat ik ga kopen. Ik ben dood gegaan, Lotte. Dood gegaan? Hoe dan, Dennis? Ik weet het niet, maar ik heb nu wel echt een mega mooie regenboogdropper hier staan. Maar komt er ook echt bliksem uit de dropper? Nee, tot nu toe niet. En ik moet er nog één kopen. Elke regenboogdropper kost 200 Robux, Lotte. Ik ga ze gewoon allemaal kopen, denk ik. Want die regenboogdroppers geven me alleen maar meer en meer geld. Okay, ik kan nu bijna 3000 euro ophalen daardoor, Lotte. Oké, we moeten een wapenpad hebben. Want als Lotte ons komt aanvallen, hebben we natuurlijk wel iets nodig. Zoals een bliksemmes wat we hier hebben. Ja, pas wel op hoor, Dennis. En een bliksemblaster. Oké, die zijn heel erg vet. Lotte, ik wil even mijn zwaardje laten zien. Kom eens naar buiten. Mooie man, is mijn zwaardje. Oké. Mijn is super sterk. Lotte, mag ik mijn zwaardjes testen op jou? Jouw is echt mega sterk, inderdaad. Ja hoor, dat kan wel. Oké, ik ben benieuwd wat mijn bliksemzwaard doet. Oké, er komt nog niet een bliksem vanaf, maar hij is wel sterk. Maar die van jou is sterker, Lotte. Ik denk dat dat te maken heeft met dat jij ook... Jij bent echt de dood gewoon, dus als je met jou vecht, ga je ook gewoon letterlijk dood. Dan ga je ook letterlijk dood, Dennis. Maar ik heb hier ook een blaster en die schiet allemaal bliksem af. Lotte, wil je deze voelen anders? Welke? Kom dan, Lotte, kom dan. Oké, ik schiet allemaal bliksem op jou, Lotte. Oké, Lotte, sta stil. Ik wil deze testen. Ik wil net gewoon bliksem. Oh, Lotte, je dacht toch niet dat je nu ging winnen? Kom hier. Jongen. Lotte, laten we straks verder gaan vechten. Het staat nu 1-1 voor nu, oké? Oké, dan kan ik al 10.000 euro ophalen bij deze geldautomaat. En daar kunnen we best wel veel mee kopen. Oh, dit ziet er al mega goed uit. Het lijkt al een beetje op bliksemeitjes wat er nu uit de dropper komen, Lotte. En we kunnen een super bliksemdropper kopen. En zelfs nog één. Oké, het gaat nu al mega goed bij de dropper. Ik heb gewoon al een tweede verdieping. Ik ben veel te goed hiervoor. Ik heb al een tweede verdieping. Hoe gaat dat zo snel bij jou? Oké, ik ben gewoon heel snel. Om natuurlijk de tycoon hier te gaan beschermen. We hebben mega veel muren gekocht. Een trap. En nu kunnen we volgens mij ook al bijna een tweede verdieping kopen. Ja, die kunnen we nu al kopen, Lotte. Kijk eens aan. Het eigenaar zodat Lotte niet zomaar naar binnen kan komen. En het gaat mega goed. Die dropper van mij ziet echt mooi uit, Lotte. En hij is echt helemaal in mijn kleur natuurlijk. En een beetje goudgelig. Die van mij ziet er ook niet heel erg mooi uit. Maar het is eigenlijk alleen zwart. Maar ja, dat is de dode, Dennis. Ja, Lotte, ik weet niet of je daar zo blij mee moet zijn. Ik vind jouw team maar heel erg eng vergeleken met mijn team. Mijn team is veel mooier. Ja, dat moet je ook zijn, Dennis. Je moet bang zijn voor mij natuurlijk. En natuurlijk, bij de gele kleur hoort ook iedereen die bij hashtag team eentje zit. Dus kom zeker in onze mooie Roblox groep. Het is helemaal gratis. Oké, Lotte, zit jij ook in hashtag team eentje trouwens? Ja, toch? Ja, tuurlijk, Dennis, zit ik daarin. Echt al super lang gewoon, Dennis. Lotte, dat is de allerbeste Roblox groep die er is, oké? Oké. Dat is zo waar, Dennis. Ik zie dat jij ook al bij de tweede verdieping bent. Jij gaat echt mega snel tot nu toe al, Lotte. Ja, Dennis, het vaart zit er bij mij erin, hoor. Want ik wil wel gewoon van jou winnen. Tot ik maar even wat ander geschut moet inschakelen. Ik zie hier namelijk drievoudig geld, Lotte. Dat betekent dat je drie keer zoveel geld verdient. En die ga ik zeker kopen voor 250 Robux. En als het goed is, verdien ik nu drie keer zoveel geld, Lotte. Dus dan moet ik jou makkelijk kunnen inhalen. Ja, maar dat is zoveel, zo oneerlijk, Dennis. Lotte, dat heet gewoon Robux, oké? Dan moet je ook maar Robux kopen. Ja, jongen, jongen.
Rome. Ja, Robux kost wel geld en dat kan best wel duur zijn. Maar mocht jij ook een klein beetje Robux willen, laat dan even jouw Roblox naam achter in de reacties. En zorg dat je een hashtag teambeentje zit natuurlijk. Het lijkt me namelijk heel erg leuk om een kijker wat Robux te geven, Lotte. Oké, eens even kijken. Ik kan al een paar droppers erbij kopen, dus dat schiet al mega goed op. Ik heb echt mega droppers. Ja, Lotte, ik krijg momenteel echt super veel geld. Ik kan ook een Stormbolt kopen, een Bliksemgod Morph en een Bliksemstaf, Lotte, op de tweede verdieping. Ik kan een dood Zeiss kopen, een dode Schotmorph en een Skeletstaf. Oké, dat is wel best wel goed. En ik heb momenteel 40.000 euro, Lotte. Oké, laten we daar maar eens even alle dingetjes mee gaan kopen. En ik wil nu een Godmorph worden. Kan ik dan helemaal veranderen in het outfitje? Lotte? Ja, Dennis? Ik weet niet helemaal wat er met mijn hoofd gebeurde daar, maar... Wat is er met jou gebeurd? Ik heb echt een mega goed outfit. En ik denk dat ik maar eens even jou kom aanvallen. Nee! Ah, Lotte! Oké, ik wil me snel een stap pakken. Kom. Kijk dit, ik vlieg gewoon op een wolk. Een wolk? Dan kan ik gewoon jouw basis binnendringen op die manier. Hoppa, oké, daar gaan we, Lotte. Waar ben je? Lotte, ik ben in je basis. Oké, ik kom naar buiten, Oké, daar gaan we, met de godwolk, Hup, daar kom ik, Lotte! Wow! Lotte, kijk dit, kijk deze stof! Wat is er? Wow! Oh, Lotte, je moet echt oppassen, kom hier! Ja, Lotte, blijven stilstaan, Dennis, oké, die doet mega veel damage, kom hier, Lotte! Wow, kom hier, Lotte! Damage, Dennis! Wow! Ik raak alles op jou, Lotte, met deze bliksemstaf. Deze bliksemstaf is mega sterk. Mijn stap werkt helemaal niet. Lotte, je moet me wel goed raken, volgens mij. Ik zie niks. Oké, daar gaan we. Kom op! Nog één keer raken, Lotte. Volgens mij is dat zwaard wel veel beter dan de staf. Ik ben dood. Maar Lotte, ik heb ook een heel outfitje van een bliksemgod, volgens mij. Een heel oud? Ja, ik zie het, Dennis. Dit is echt mega sterk om te hebben. Dit ziet er heel erg vet uit. Oké, en ik kan alweer 115.000 euro ophalen, Lotte. 115.000? Dat is zo veel. Ik ben mega sterk van. En dan kan ik alles hier op de bovenverdieping gaan upgraden. Oké, dit begint al mega goed op te lijken. En dan kan ik hier de muren gaan upgraden op deze manier. Kijk eens aan. Nog wat muren erbij. Oh, dit begint er echt al mega goed op te lijken. En dan kan ik hier weer een trap erbij kopen. Kijk eens aan, een trap aan deze kant. En nog een verdieping. Dit is de laatste verdieping, Lotte, die je kan kopen. Decoraties, nog meer decoraties. En een wapenpad, die kost 15.000. Maar al mijn geld is Je hebt me gewoon alweer dik ingehaald, Dennis. Oh, Lotte, mijn geld gaat echt mega snel daardoor. Ja, ik zie het. Oké, ik verdien echt heel veel geld. Ik heb nu alweer 50.000 euro. En ik ben volgens mij bij de laatste verdieping. Wow! Ik kan hier een wapenpad kopen. Dan kan ik nog een laatste muur kopen. Kijk eens aan. Oh, daar had ik niet genoeg geld voor. Lotte, ik kan een bliksemstraal kopen en een toverdrank. Wat doet dat toverdrankje? Oh, dan ben je weer helemaal volle levens volgens mij. Oké, dan volle levens. Oké, laat ik al mijn geld hier ophalen. Dan ga ik weer naar boven en dan ga ik daar de rest nog upgraden. Lotte? En dan doe je de deur eens open. Hoezo? Wat? Oké, ik heb mijn deur open, Lotte. Wat dan? Dit is hier toch helemaal Wow, dat is een mega eng. Kijk hoe vet het eruit ziet, Dennis. Moe. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video, want anders kom je Lotte in de avond tegen naast je bed zoals ze er dan zo uitziet. En dat wil je zeker niet. Lotte, kan jij mijn basis gaan? Ik vind je heel erg eng. Zo, kom erin. Oh, Lotte, je moet niet zomaar die laser trappen. Ja, dat gaat op ongeluk, Dennis. Oké, ik kan hier 50.000 erbij kopen. En als het goed is, kan ik dan het bovenste gedeelte ook gaan upgraden. Ik ben nu wel mijn outfit en zo kwijt door jou, Lotte. Kijk eens aan. Ik ga mijn outfit helemaal aandoen op die manier. En het ziet op het begin echt heel erg raar uit, Lotte. Dan lijk ik een beetje op een hamerhaai of iets. Een hamerhaai? Ja, klopt. Ik dacht het ook, Dennis. Oké, ik kan een bliksemstraal kopen, Lotte. Ik heb nu een bliksemstraal gekocht, volgens mij. Ik kan de laatste muren kopen op deze manier. En nog een dak. Oké, een dak kost 30.000. Oké, ik ga mijn bliksemstraal testen, Lotte. Kom eens naar buiten! Dennis! Holy, raakt ze me gewoon op een vier! Lotte, kom eens naar buiten! Ik heb een mega bliksemstraal, volgens mij. Ja, ik zie het, Dennis. Holy moly! Lotte, dit midden ik laat het zo van jou. Oké, die bliksemstraal is echt heel erg sterk. Maar er is nog meer, hè, Lotte. Er is nog een ijsgod, een lichtgod, een natuurgod, een windgod, een vuur en een gift. Dus dat mochten jullie willen dat ik dit sowieso nog een keer ga doen en een van de andere goden ga testen, laat het
het dan weten in de reacties en doe een duimpje omhoog op deze video. Maar laten we kijken, Lotte, of ik het helemaal kan uitspelen. Want ik heb nu 80.000 euro. En volgens mij moest ik alleen het dak nog gaan upgraden van deze tycoon. 80.000, Dennis? Ja, en je kan ook nog heel veel extra Robux uitgeven voor meer regenboogtroppers en dat soort dingetjes. Maar die heb ik niet nodig, want ik verdien toch al mega veel geld. Omdat ik drievoudig geld heb gekocht. Dennis, kijk wat ik heb gekocht. Lotte, ik heb een daktrop. Wat heb jij gekocht dan? Ik heb van een Reaper X gekregen of zo. Een Reaper X? Die van jou is veel cooler dan die van mij. Oké, ik doe mijn deur open. Wow! Die is mega vet, Lotte. Dat is oud. Lotte, die ziet er heel erg vet uit. Wow, dat is helemaal van skelet gemaakt. Lotte, je hebt mijn benen eraf gehaald. Kan je mijn been terug... Mocht, kan je al mijn dingen... Lotte, ik heb geen benen meer! Oh, nee. Ja, Lotte, kill me nou maar. Oké, kill me dan maar gewoon. Oké, ik ben alles verloren. Mijn armen, mijn benen, mijn hoofd. Oké, Lotte, die van jou is mega sterk en heel erg vet. Dat is dus de dood. Ja, ik kan gewoon met zijn stukjes hakken. Lotte, ik ben heel erg benieuwd ook naar natuur en ijs en vuur en dat soort dingetjes. Die lijken me ook wel erg vet. Maar ik kan hier de tycoon voltooi voor 100.000. En dat betekent dat ik nu klaar ben en ik heb een trofee gekregen. Dus ik ben nu officieel Lotte de sterkste god ter wereld in Roblox. Doei!